Meneer Zandbergen? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, Alphen. Goedemiddag. Loopt u mee? Het doel van cognitieve gedragstherapie is dat je inzicht krijgt in je manier van denken. En dat je daardoor, door die bewustwording, ook steeds sneller ziet welke denkfouten je in bepaalde situaties kan maken. En hopelijk ook dat je op den duur ook je gedrag kan veranderen. Cognitieve gedragstherapie. Leggen we het zo uit dat de gebeurtenis niet leidt tot bepaald gevoel of bepaald gedrag, wat veel mensen wel denken. Maar dat je gedachten daarover juist zo bepalend zijn. Bij CGT heb je huiswerkopdrachten als bijvoorbeeld een registratieformulier om je depressieve stemming bij te houden. Dan kan je cijfer aangeven. Je kan ook bijhouden welke opdrachten je hebt gedaan. Bijvoorbeeld of je naar de supermarkt bent geweest deze week en hoeveel spanning je daarbij hebt ervaren. De CGT-sessie duurt